Deze. Deze nieuwsuitzending. die gaat over iets wat ik vandaag te horen heb gekregen. En dat was het verhaal van een man die. mij vertelde. Ik ken hem zo vaag-vagen. En die vertelde mij. dat hij zijn. Kinderen niet meer. Nee, dat hij mag zijn kinderen nog wel zien. Maar die moeder zegt dat die kinderen dat niet meer willen. Ik laat even een pauze vallen, want dit ligt heel gevoelig. En om het uh, kort samen te vatten. Die vader. Ik wil niet zeggen dat hem geen blaam treft. Want iedereen hij heeft wel wat uitgevroten. Ja? Punt. Dus in zekere zin is er iedereen altijd schuldig. En wat er dus gebeurd is, is dat die moeder, die de kinderen heeft natuurlijk, dan tegen de vader zegt: De kinderen willen jou niet meer zien. Daar zit iets niet goed. En dat heeft niks te maken met die vader. Zo, dat zeg ik even netjes. Want het is zo makkelijk om een vader uh, om daar de beschuldigende vinger naar te wijzen. Ja met dit en dat, zo, zo. Om even het bij mezelf te houden. Uh, ik heb dus tot aan april dit jaar ongelooflijk veel gedronken. Alcohol, hè. En altijd was ik een. een heel sociale drinker. Ik was enorm sociaal. Ik had heel veel medegevoel met de slijter bijvoorbeeld. ik dacht: ja, ik moet toch weer even naar de slijter toe. Want ja, al zit die man er maar helemaal in zijn eentje. Met zijn aanbiedingen. En dan kom ik helemaal niet langs. Ja, ik wilde gewoon sociaal blijven, snap je? Ik dronk elke dag. Ook. Zeg uh, maar de afgelopen. Wat even zeggen, De afgelopen twintig jaar. dronk ik. Uh, elke dag. Nou, toch wel. Standaard was het. Maar per dag. Dan zeggen uh, vier alcoholconsumties. Ja. Twee halve liter licht bier. Nou, dat vind ik vier uh, consumpties. Huh? Dat is veel te veel. Dus als je dat zegt bij de AA of zo, uh, wauw, manier, maar dat kan niet. Uh, dat is alcoholisme. Nou, ik vind dat ik dat zelf wel bepaal, maar uh, zo wordt er naar gekeken. Ik heb best gedronken. Huh? En ik heb ook een tijd. toen was mijn kind wel zes of zo. En die moeder zat al zo te zeuren tegen mij. En over dit en over dat. En dan zat ze te zeuren over allemaal dingen. Waar ik denk, ja. dan kan ik me nou wel aantrekken. maar dan kan ik helemaal niks aan doen. Hè? Ik had bijvoorbeeld. een oude Mercedes aangeschaft. Met mijn BV. Want mijn dame die, had zo, die was heel sociaal ook. Want de godganse tijd moesten ze overal naartoe. En we hadden geen auto. En met het openbaar vervoer wilden ze niet. Dan was het moeilijk. En dan moest ik elke keer een huurauto regelen. Ja, dat ging lekker in de papieren lopen. Dus ik, een super oude Mercedes opgesnort. Dat was helemaal niet zo duur. En hij viel dan in iets met wegenbelastingvoordeel of zo. En omdat ik een BV had, kon ik hem op de zaak rijden en dat was dan ook nog snorgoedkoop. Ja, ons ben zoonig, hè? ook in die dagen al. En ik had best wel wat geld, maar hè? ons ben zoonig. Nou, over die auto's zat ze te zeiken, jongen. Nou, dat bijvoorbeeld, hè. Eén keer in de week, minimaal. Hè? Dan was er weer wat met die auto. Hè? Dit, dat, is en zo. Maar nou, die vrouw zat ook te zeiken over mijn alcohol drinken. En. Nou, mijn vader was een stevige drinker. Problematischer drinkgedrag dan ik, moet ik zeggen. Maar hij En hij weet. Ja, oké. Okay. Nou, weet je wat? Ik, ik stop met drinken. Vanwege dat gezeur van die moeder. En dan ook met blouwen. En nou, tabak ook. ook ja. Dan stop ik hem heen. Mijn kind was toen zes. Heb ik iets van een. Twee maanden, twee. Vier, vijf maanden of zo. Helemaal niks. Hè? En toen maakte die moeder een opmerking naar mij. Want dat gezeik en dat gefit en dat gekanker, dat ging maar door. Hè? En toen kwam er een opmerking van haar kant. En toen dacht ik: ja, nou is het genoeg geweest. En diezelfde dag ben ik na het eten de stad ingelopen. En een tientje wiet gehaald. En in de kroeg waar ik vaak kwam. dan verkochten ze nog lekker tabak. van achter de toog. Dus daar ben zelf op een barkruk gehezen. en een kopstoot besteld. en een pakje zware tabak. Dat was in 2006. Dus dan was het rookverbod was er nog niet. Ja, lekker blouwen. En dan kwamen mijn blowende drinkerbroeders. die kwamen er ook bij. en dan gingen we met z'n allen suipen en blouwen. Ik denk, Nou, nou is het mooi geweest. En toen zat ik weer op mijn oude niveau. Vier, vijf consumpties op een dag. Elke dag zo'n beetje. Maar voor de rest niet. Ja, ik heb altijd gewerkt. En met mijn werk ging het prima. Ik verdiende meer geld dan die uh, zurnuis van een moeder. Dat is dan mijn achtergrond. En, uh, mijn dochter. de afgelopen twee, drie jaar. heb ik ongelooflijk veel gezopen. En dan heb je het niet over. vier consumpties per dag. Uh, dan heb je het over. Uh, wat is dat? Dat is dan. We zullen we zeggen acht per dag of zo. Dus een drie liter zwaar bier. Dus drie liter A. 10% alcohol. Nou, dat staat gelijk aan 6 liter uh, normale hoeveelheid alcohol, 5%. Nou, 6 liter bier uit 1 liter bier. Nee, wauw, dat is er meer, man. Ja, dat is echt veel meer. Echt veel gezopen. Nou, toen kwam mijn dochter dus niet meer bij mij. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Aan de andere kant, ze was toen 17, 18 of zo. En, ja, als vader had ik die rol als vader... Daar had ik al eens een beetje afscheid van genomen. Want ja, ik hoef niet meer voor jou te zorgen, snap je? En ik was super gefrustreerd. En ik denk, ja, papa heeft lekker vakantie. Die heeft alcoholvakantie. Ja, daar ben ik dus dit jaar mee gekapt. En ik had mijn dochter aan de lijn vanwege een administratief akkervietje. En tegen haar, dus van ja, wat is het nou? Je komt al een hele tijd niet meer. Dat je minder of dat je weinig bij mij komt, dat maakt me geen donder uit, want ze is oud genoeg. Jo, uh... dat drinken voor jou. Weet je. Dus ja, nou, daar was ik toen net mee gestopt. Ik zei, nou, dat doe ik allemaal niet meer. Zeg we... zei, oh, is dat echt waar? Dus ja. ja, ik ga een beetje zitten liegen tegen mijn eigen kind. Nee, natuurlijk niet. En dan was het de laatste keer, was het bij mij of zo. En toen begon ze erover, van ja, en in de tijd uh, dat je nog op de, uh, bij haar in huis, het ouderlijk huis, dat je daar nog was, toen was het ook een keer op een ochtend dat jij, zei ze, met een kater op de bank lag. En toen heb je me niet naar school gebracht. En ik zei van nadenken, ik zei, ja, op de bank slapen, dat was dus na die scheiding. En toen waren we al, zeg maar, voor, moet ik zeggen, volgens de therapeut waren we gescheiden. En die zei, uh, niet meer in één bed slapen, want je bent nu gescheiden. Dus, en, en dan is het gebruikelijk dan hier in de westerse cultuur, dat de man die gaat op de bank slapen. Want de vrouw heeft nooit wat gedaan. Hè? En ik weet nu al in die tijd, ja, ging ik zo goed als iedere avond de deur uit. Want wat heb je thuis te zoeken, hè? En had ik in die, dag, in die dagen elke ochtend een kater? Nee, helemaal niet. Alleen ik ging uit en dat werd wel eens laat. Echt laat. Drie uur, vier uur s'nachts thuis. Hè? Ja, en dan heb ik mij dus verslapen. En ik had helemaal geen kater. En mijn dochter dan zo: Ja, en ik zie het nog zo voor me: dat ik zo naar school gebracht worden door jou, en jij ligt daar met een kater op de bank. En dan denk ik. Lulkoek. Punt 1. Ze zat toen al in een groep echt best hoog. Ze kon best in de eentje naar school, in principe. En dat deed ik dan heel trouw zoveel dagen in de week met heel veel plezier en alles. Maar goed, ik heb er dan uh, door het lawaai wat ze dan maakten in de keuken samen met de moeder bij het ontbijten en zo. Daar ben ik doorheen geslapen. Ja, maak mij even wakker. Ja, doe. Je komt om half acht naar boven, je moet om half negen naar school. Ja, maak mij om half acht even wakker. Net als al die andere ochtenden. Dat ik dan om half acht, dan werd ik wakker van hun gestommel in de keuken. En dan ging ik een beetje opstaan. En dan ging ik douchen en aankleden en alles. En dan bracht ik het kind naar school. Nou, nu lag ik nog te slapen. En dan denk ik, ja, maak me dan even wakker. Heb ik toen niet tegen haar gezegd hoor. Maar achteraf denk ik dan zo. Hè? En ook in de tijd dat ze dan bij mij, uh, na nou, die scheiding, dat ze bij mij was. Maar dan wilde dan heel vroeg opstaan. En dan wilde ze kwart over zes s'morgens slik. Wilde ze graag ontbijten. Ja, heb ik me ook twee keer verslapen. In. Is het anderhalf jaar tijd? Nee, wat langer? Twee keer. In, nee, dat was. Dat was in zes jaar tijd of zo. Heb ik mij twee keer verslapen. Toen had ze me ook wakker mogen maken. En ze had op haar kamer een eigen wekker ook nog een keer. Dus ja, zij kan de wekker toch ook zetten? Ze was al 13, 14. Nou, dat wist je dan denk ik niet meer zo. Maar ik wil maar zeggen, dat zijn geen halsmisdrijven. He? En daar moet je na al die jaren niet over beginnen te zeiken. Het is een beetje al te makkelijk. Om het zomaar even weg te zetten. Want ik kan me nog herinneren. Dat zei ze dus een paar weken geleden tegen mij. En dan heeft ze het over iets en dat is tien jaar geleden. Snorrie hoor. Even op dat voorval van tien jaar geleden. Zij had mij toen wakker kunnen maken en zegt... Papa, papa, wakker worden. Ik moet zo naar school. Oh, 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 kind. Oh ja, natuurlijk. Ja, nee, ik ga nu douchen. Ja, maak me even wakker. Ha, 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 Ik had helemaal geen kater. Ik heb nooit een kater, maar... Ja, ik sta gewoon... Ik moet alleen even wakker worden gemaakt. Dat is anders. En ik had daarboven in de woonkamer... Zij sliep in het souterrain, waar de moeder ook sliep. Ja, daar stond de wekker. Dus ik had in die woonkamer geen wekker. Hey, normaal gesproken werd ik altijd wakker van het gestommel in de keuken. En dan een keertje niet. En ja, maak me dan wakker. Maar wat er dan gebeurd is. Dat, nee, daar kan je gif op innemen. Dat die moeder die heeft dat eventjes uitgesponnen. En nou zegt: zie je dat? Nou, en zo is papa nou hè. Zie je dat? Die laat jou gewoon werken. Zo hoor, is het gegaan. En. Ik, en dat wens ik dan ook aan al die andere vaders toe, die dit soort dingen treft. Je moet daar een beetje scheid aan hebben. Of laat het woord een beetje maar weg, je moet er scheid aan hebben. En dat ik dan vandaag hoorde van die ene vader die dan zegt. Uh, die moeder zegt dat mijn kinderen mij niet meer willen zien. Dat uh, is heavy, man. En toch moet je de scheid aan hebben. Ik zeg het nu even als mannen. Even als, als mannen onder elkaar. Oh, wat denken die kinderen wel niet? Ja toch? Hé, hey, ik. Ik ben geboren in een ongelooflijk leuk en spannend huwelijk. Want mijn vader hield van suipen en mijn moeder hield van ruzie maken. Een geweldige combi. En ik had zo'n leuke moeder. Dat, uh, die had er alle begrip voor dat als ik dan uit school kwam, uh, dat ik natuurlijk heel graag naar buiten wilde. En zij had dan meestal wel een klusje voor mij en dat was even boodschappen doen. Oh, ben je daar? Uh, ja, ik heb uh, sigaretten nodig. Ik werd naar buiten gestuurd hè, om sigaretten te halen. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. Hè? Dan krijgen de kinderen, ik was toen negen of zo. Ja, tegenwoordig als kind, uh, hoef je als kind van negen geen sigaretten te halen voor je ouders. Want dan krijgen die kinderen niet mee in de supermarkt. Maar toen wel. dan wist mijn moeder. Uh, ga jij maar even lopen. Je hebt de hele dag binnen gezeten. Dus dan kan je wel even naar buiten toe, hoor. En ik wilde ook wel naar buiten toe, maar dan wilde ik naar buiten met mijn visengel. En niet uh, naar uh, zo'n winkelcentrumtje lopen daar in Amstelveen. Het was niet zo heel ver, maar dan nog. Nou, de sigarenboer en die zegt: hoe je weer voor je moeder? Miss Blanche dronk, uh, dronk ze, <laughs> rookte ze. Nee, dat is gezellig en leuk. Nou, ja, en mijn vader was een zware drinker. Echt heavy hoor. Harde werker. Maar dat liep helemaal te klauwen. En een ruzie met mijn moeder. Dat heeft mijn vader mij in de steek gelaten. Toen ik zes was of zo. Dat heb ik weggeblokt uit mijn hele herinnering. Dat mijn vader mij op mijn zesde in de steek heeft gelaten. Dat hoorde ik pas toen ik 26 was, 27 was. Van mijn oma. Mijn oma me vroeg van, uh, ja, hoe vond je dat eigenlijk toen je vader je in de steek liet? En ik zo zei van, nou dat, uh, ja, dat vond ik niet zo leuk. En ik, uh, ja, ik moest toen, uh... en dan hoorde mijn oma dus van, uh, dat ik het had over de tweede keer dat hij me in de steek liet. Toen was ik tien. Nee, zei mijn oma, ik heb het over de eerste keer. Ik zei, wat? Ze nou, zei, de eerste keer dat hij in de steek liet. Ik zei, daar weet ik niks van. Dit was toch de eerste keer? Nee, zei mijn oma, dat was de tweede keer. Oh, ik. Ja, nou, dat was een dus zes de eerste keer. Aha. Nou, ik heb dat als kind dus weggeblokt. Dat heet compartimentalisatie en dat doe je als kind. Dat is een natuurlijk afweermechanisme. En dan heb je dus, noem het maar, traumaverwerking. En dan doe je als kind alsof iets helemaal niet is. Van uh, mijn vader weg? Oh, daar weet ik helemaal niks van. Echt waar joh? Ja, zoiets. Hè? Je, de de Perry, wiens vader er vandoor was, die was momenteel even niet thuis. Dat kan heel vervelend uitwerken. Daar kan je dus een, een gespleten persoonlijkheid aan overhouden. Of een, een dissociatieve persoonlijkheid. Maar ik heb dus een gat in mijn jeugdherinneringen. En later begreep ik dan ook van, oh, dus vandaar dat ik niks meer weet van, van een bepaalde periode. Ik weet nog wel van de kleuterschool, weet ik nog wel dingen. Maar ik weet dus niks meer van de eerste en de tweede klas. En dat is dus precies die zes jaar toen ik dus zes was. Daar heb ik geen herinneringen meer aan. En dan komen de herinneringen weer als ik. Uh, toen ik dus in de tweede, tweede, derde klas kwam of zo. En daar heb ik weer al mijn herinneringen van. Ja, toen was mijn vader weer terug. Dat was niet zo aardig wat mijn vader deed. He? Om even weg te gaan zonder te groeten. Dat is niet leuk. Ja. Nou, toen de tweede keer was ik tien. en deed mijn vader precies hetzelfde. Nou, dat heb ik heel bewust meegemaakt en daar was ik het niet mee eens. ik, Ja, wat flik je me nou? Ik weet nou dat ik boos was op mijn vader, want ik kon goed begrijpen dat hij de laten nam, want zo vriendelijk was mijn moeder niet. Ook niet tegen mij en ook niet tegen mijn zusje. En ik denk, ja, eh, homo, jij gaat lekker, hij ging naar Texel, zo. Texel. En hij was een ontzettend goede kok, hij kon daar gelijk aan de slag. En ik denk, ja, jij zit lekker op Texel. En eh, ik en mijn zus dan? Ja, had ons minimaal meegenomen. He, zo denk je dan als kind, snap je? Ons een beetje achterlaten met... Uh... Ja, mijn moeder was niet... niet ja... En die zal zeggen, ja, dat kwam door je vader. Ja, dat zal allemaal wel. Maar zo dacht ik het toen af. En ik was dus boos op mijn vader dat hij ons niet... Of in ieder geval mij niet had meegenomen. En mij achter had gelaten bij mijn moeder. En ja, die ging allemaal dingen doen in huis. En... Oh, 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 oh. oh. Nou, dan kwam mijn vader, kwam terug. Inmiddels, uh, in die periode ben ik bij de Pinkstergemeente beland. Daar vond ik rust, by the way. Dus, uh, nou, dat ging wel lekker. Dan kwam mijn vader, kwam terug. Die ging ook bij de Pinkstergemeente. En toen kwam het alcoholzuiprobleem uh, ongelooflijk terug. Want mijn vader was al in de, in de WAO beland vanwege alcoholtoestanden. Uh, en dan gezeik man. Oh, 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 oh. De, de Jellineck-kliniek, daar, daar was ik vaste gast. Daar ben ik heel vaak geweest. Uh. Kijk, uh, en dan we gelijk het eerste punt. Ik ging bij mijn vader op bezoek in de Jellineck-kliniek. Ja, op mijn vrije middag, vrije avond, maakt er niet uit. Ik ging bij mijn vader op bezoek, is dat nou. Hey, dan mag mijn vader wel van alles uitgefroten hebben. Dat dus ik denk, ja, mooie homo dat je bent. Maar het blijft je vader. Heb je? Dus ik ging bij mijn vader op bezoek hoor. En hij heeft me nogal meer dingen geflikt. En dat heeft niet mijn houding veranderd naar mijn vader toe. Ik denk, ja, dit is mijn vader. En ik was me altijd bewust van de goede kanten die hij had. En hij had ook wel ongelooflijke zeikstreker uitgevrouten. Oh, oh 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 man. Toen ik 18 was, had hij nou, de politie moest komen. Oh, oh 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 oh. Ik had hem tegen de grond aangewerkt. Want hij wilde met zijn dronken kop met de auto ervan doorgaan. De auto die mijn moeder de volgende dag nodig had om naar haar werk te gaan. Want mijn moeder werkte nog, hij niet. Hij zat met een uh, WAO, wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Um, uh, ja, een beetje thuis. Uh, zo goed als niks te doen. En dan met de auto. En hij was dronken, man. Shit. heb ik mijn vader tegen de grond aangewerkt, <coughs> mijn moeder de politie gebeld. want namen die politieagenten die namen mijn vader niet eens mee. dat oh, een homo's van een agent en dat. en ik moest de volgende dag naar school. En gelukkig gelukkig, uh, mijn vader was toch wel erg onder de indruk van het feit dat uh, de herman dat was gekomen, de polities. Dus die heeft verder die sleutels niet meer uh, in beslag genomen en met de auto vandoor gegaan Dat liep allemaal goed af. En de volgende ochtend kon ik dan naar school. Ik zat op het VWO en mijn moeder kon naar de werk en, uh, en mijn zusje kon ook naar school. Maar die, die zat op de MAVO, HAVO. Groningen is het platteland. Zo. Nou, dat is als zo'n. Ja, dat... En dan kom ik daar uh, op school aan. En ik zat daar op het uh, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. En al die andere schoolmakkertjes van mij. Niet allemaal hoor. Maar die hadden. Die hadden uh, hun archi een architect als vader. Of een huisarts. Of. Uh, nou zeg het maar. Hè? Advocaat. En... en die maakten dan allemaal dingen mee. Zoals. Uh, op de honkbalclub, daar is een nieuwe voorzitter aangesteld en zo. Allemaal van die leuke dingen. En wat moet ik dan nou vertellen? Nou, gisteravond met mij, ja, ik heb mijn vader tegen de grond aangewerkt gewerkt en uh, het heeft mijn moeder gelukkig de politie gebeld. En helaas heeft de politie mijn vader niet meegenomen. En bij ons achtergelaten en dat was wel eventjes ja, dat Ik dacht van, nou oh, gaat het wel goed, maar het is goed gegaan en mijn moeder heeft de auto nog weten te behouden en die zit nu lekker op de werk. Dus, uh, en hoe is het met jou verder? Ja, dat kan je toch niet vertellen op het schoolplein. Maar ondanks dat, wij en mijn vader uh, toen later oh, dan gingen we verhuizen naar Groningenstad. En hij ging dan klussen in die nieuwe woning om alles uh, klaar te maken dat wij erin konden trekken. Ging hij je daar op een zuipen zetten? Ja, maar wij waren er niet bij. En dan had hij dus de auto meegenomen. Want hij moest er even naartoe om dat te klussen. En dan was hij apelazerus geworden daar. En dan teruggescheurd met die auto door het Groningse platteland. En toen was hij eventjes niet gezien, dat hij in de buurt was van de, was een oversteekplaats voor de trein. Onbewaakt. En toen heeft hij zichzelf gelanceerd. Met auto en al natuurlijk. En toen is hij aan de linkerkant van de weg in de sloot beland. En hij werd wakker uh, toen hij tot aan zijn navel in het uh, koude slootwater zat. En de hele auto dus onder water was gelopen. Hij was niet versopen of zo, maar ja, de auto was uh, beyond repair. Dat soort dingen allemaal. Nou, en toen belandde hij in het psychiatrisch ziekenhuis in Groningen. En dat was gelukkig vlak bij mijn school. En dan ging ik echt elke week, toen ja, ik toch uit school, denk ik, ja, kom wel makkelijk uit. Hè. En, uh, het was de, de straten uit en dan uh, 100 meter naar links. En daar was het psychiatrisch ziekenhuis. En dan zat hij op een gesloten afdeling. Ik ging langs hoor. Dat is toch je vader? Wat is dat nou? En hij inderdaad, en hij heeft ontzettend veel gesopen. Hij heeft de auto aan flarden gereden en allemaal dingen gedaan. Uh, maar het is je vader. Dus ik ging bij hem langs. En het is voor de rest altijd zo gebleven. Ik ging altijd bij hem langs. Ja. ja, er zijn dingen gebeurd, ja, dan wen. Tot het moment kwam en toen was ik 34, 35. En hij had mij uitgenodigd om te komen eten met mijn toenmalige vriendin. in Lelystad. Waar die woonde met een vrouw. die, die al. Toen al is vrij lang met haar geweest. Ja, tot aan haar overlijden is die met haar geweest. Um, nou, ik er naartoe. En ah, ja, hij had zijn moeder ook uitgenodigd. Uh, met mijn oma. En mijn oma die woonde in Bovenkerk, waar ik geboren ben. Daar is ze nooit meer weggegaan. Daar is ze overleden in het echtelijk bed. Maar toen leefde ze nog. En, en zij was ook uitgenodigd. En mijn vader die zou haar aan het einde van de dag. Uh, aan het einde van de avond, zou die haar naar huis brengen. Ik was daar met mijn eigen vervoer, eigen auto. En ik geef mijn vader een hand. En ik ruik dat hij gedronken heeft. En. Ja, toen schoot het mij. Uh, in het verkeerde keelgat. Toen heb ik hem daarna nog een keer aan de telefoon gehad en toen heb ik gezegd dat ik ernstig over mijn theewater was. Ik was toen 34 en dat gezeik met dat suipen en ernstige toestanden, dat speelde dus al vanaf me, ja, dat ik me kan heugen ofzo. Ja, en mijn zesde, daar had ik ook te maken met suipen. En toen heb ik toen uh, een memory block out dus zeg maar, ik kon buigen op 25 jaar alcoholgezeik met mijn vader. Laten we daar daarop afronden. 25 jaar. En hij voor de zoveelste keren... Ja, nee, ik ben bij de anonieme alcoholisten en nou, het is echt voorbij en zo. Maar oh, ik, ik ken die gozerd. Die kan niet uh, terug naar uh, één, twee flesjes bier in de week of zo. Nee man, als die één keer begint en dan uh, alles smaakt naar meer. Ik heb dat zo vaak meegemaakt. En dan hij weer begonnen. Nou, uh, en dan ook nog dat hij mijn oma naar huis moest brengen. Ik shit de fuck. Je zal me aangehouden worden, homo. He, dat ze alcoholcontrole hebben, dat kan toch? Het was een of andere vrijdagavond. Nou, ja, dan houden ze zomercontrole. Oh, meneer, u heeft gedronken. Ja, dan mag hij niet meer verder rijden. En mijn oma dan? Er staat mijn oma er ergens langs de A6. Mijn oma was toen? 88, 89, 87, zoiets. Ik vond, dat was, dat was bij mij uh, over de limit. Nou, dat heb ik hem dus gebeld. En van zijn kant kwam er helemaal geen. hoe moet ik zeggen, geen. Sorry of zoiets. Ja? Gewoon een lulkoek kwam er van zijn kant. Toen heb ik uh, heel bedeesd en heel beslist. Het telefoongesprek beëindigd en gezegd, uh, pa, uh, toedeledokie. Zoiets van uh, dit gesprek is afgelopen. Boem, en de horen erop. Klaar. En toen heb ik hem vanaf dat moment niet meer gebeld uh, voor zover ik nog contact had binnen de familie of zo. dan informeerde ik dan heel slinks en handig. of mijn vader er zou zijn. En zo ja, dan had ik heel toevallig wat anders te doen. En toen kwam ik op een dag bij mijn oma. Zijn moeder. En zo heel gezellig. Hè? Oh, daar ben ik weer. Alles goed, oma. En mijn oma, die zat in de stoel van mijn opa. Mijn opa was een overleden al. Zij had zijn stoel ingepikt en ze zei tegen mij: uh, Wat heb ik gehoord van je vader? Jullie hebben geen contact meer? Jij wil hem niet meer zien? Toen dacht ik: Mooi zo, mijn oma weet ervan. En nu gaat ze vast tegen mij zeggen: Jongen, wat vervelend voor je dat je zo'n nare vader hebt. Nou, daar had ik me even vergist in mijn oma. Mijn oma. Want ik gaf dat heel blijmoedig toe, hè. Van, ja, dat klopt. Dat contact is over. En ik voelde mij uh, ernstig benadeeld. Uh, jarenlang, dus 25 jaar lang, uh, alles met de mantel der liefde... en het uh, altijd iedere keer weer geloven... En ik vond het na 25 jaar bij de zoveelste de blazering, zeg maar. Voor de gek gehouden worden. Toen vond ik het genoeg geweest. En ik ging ervan uit dat mijn oma dan tegen mij zou zeggen: van jongen, nou, dat wil ik heel goed voorstellen. En uh, hij moet zich ook een keer aan zijn woord houden. En uh, nou, ik zal er nog een schepje bovenop doen of zo. Ben jij ja, maf? Oh, zei mijn oma. Dus dat is waar? Ik zei: ja. Nou, zei mijn oma. Jij gaat het goed maken met je vader. En ik wil er voor de rest niks meer over horen. En jij gaat het goed maken. Je gaat je excuses aanbieden. En ik denk, kruimen nou? Maar ze wilde het er verder ook niet meer over hebben. Het, het gesprek was voor haar voorbij. So. Ja. Ze zei: nog, Wil je nog een kopje thee? Ja. Nou, ik kon een kopje thee krijgen. Zo. En toen hebben we het gehad over andere dingen. En dat bleef natuurlijk hangen. En een paar maanden later, toen vond zij het genoeg geweest aan deze kant van de hemel. En toen is ze naar de andere kant gegaan van de hemel. Namelijk naar de hemel. Ze is overleden. Het was in negentig. Niet lang na haar verjaardag. Ik weet het nog goed dat zij. Uh, in die periode dat zij uh, kwam te overlijden. En, wat er ook nog was, mijn vader. die was dan in dat huis. waar zij dan met de laatste loodjes bezig was. En zijn oudste zus, die was er ook. En ze hielden samen waken, zullen we zeggen. En toen op een middag. toen had mijn vader tegen zijn zus gezegd: zijn oudste zus. van: ja, ik ga even de stad in, want ik moet een nieuwe broek hebben. Dan was hij de stad in gegaan voor een nieuwe broek. En een hele tijd weggebleven. Daar, ja, gaan suipen. Ongelooflijk, wat Ja, goed. Gaan suipen. En hij komt thuis bij het huis, zijn ouderlijk huis. En belt aan en mijn tante, zijn oudste zus, die doet open... En die zegt tegen hem: Oh, ben je daar? Nou, onze moeder is overleden. Staat je mooi. Ja, ze zouden met z'n tweeën waken houden. En hij gaat dan even een broek kopen. Ja, bij Henks uh, Café. Hij had natuurlijk wel een broek gekocht, heus wel. Maar nog even een biertje. Ja, en nog even een biertje. Dat wordt het. Uh, ja, van één, dan wordt het twee, dan wordt het drie. En dan denkt mijn vader, ach, ik toch al vier op. En we net zo goed de te nemen. Ik weet hoe het gaat. Nou, ja, en toen zei mijn tante Irene. Zijn, uh, 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 ja, ze had het misschien uh, vriendelijker kunnen verwoorden. Maar zij had er ook zwaar de pest in. Van verdorie. Mijn vader met zo'n kegel aanbellen. Dus die flapte net er een beetje bot uit. Toen heeft mijn vader haar een kaakslag verkocht met een vuist. Ja, toen ik dat verhaal hoorde, toen, nou, toen kwam dus de, de crematie van mijn oma kwam er nog aan. En ik weet nog dat ik tegen mijn toenmalige vriendin had gezegd van als hij op de begrafenis, oh, crematieplechtigheid. Ook maar één jota over een grens heen gaat, uh, dan ga ik een rel trappen. Op de crematieplechtigheid. Maar dat deed hij dus niet. <laughs> Ik had wel tijdens de begrafenisplechtigheid op de crematieplechtigheid geen reden om... Nee. Hij had ook niet gedronken. En... Nee, het is allemaal wel best eigenlijk. Dus tja. Tja. En toen was die plechtigheid was voorbij en dan gaat het normale leven gaat weer verder. En ik bleef maar zitten met die opmerking van mijn oma, die dus inmiddels overleden was... Die heel uh, duidelijk tegen mij had gezegd, jij gaat het goed maken. En ze was overleden. Tja. En dat ging knagen bij mij. Ja. En toen dacht ik op een dag, kom. Ik ga er wat aan doen. En toen heb ik mijn vader gebeld. En mijn vader, als ik het me helemaal correct herinner. nam mijn vader toen hij hoorde dat ik het was. een beetje uh, ja, afhoudende houding aan. Hè? Van, oh, oh, ben jij het? En uh, oh, oh, uh. Want de laatste keer dat ik hem gesproken had. dat was inmiddels dus alweer dan anderhalf, twee jaar daarvoor. Hè? Voordat mijn uh, periode koelkast naar mijn vader begon. En toen ik hem duidelijk maakte van pa. Uh, ik bel je niet om uh, te zeiken. Ik bel je om uh, categorie zand erover. Uh, oh, mijn vader. Ik zei ja. Uitgelegd wat de achtergrond was, dat uh, zijn moeder dat tegen me had gezegd en dat uh, ik zei. heb ik ook zoiets iets gezegd van ja, de oma heeft dat gezegd en uh, ik vind het nu zelf ook. Want ja. Het is mijn vader, heb je? En toen brak er een periode aan tussen hem en mij. waarin het. ja. En goed ging. En heeft hij nog een keer een terugval gehad. met een suipartijtje her en der? Nou, ik denk het wel, maar heb ik daar moeilijk over gedaan? Nee. En. Nou, en toen werd ik zelf werd ik vader. En toen werd hij opa dierentuin. En hij, heeft echt, hij was een geweldige opa voor mijn kind. Geweldig. Echt geweldig. En mijn vader is heel creatief. Hij kan heel goed tekenen en boetseren en al die dingen. En, en ging hij samen met mijn kind uh, ging hij tekenen en schilderen. Ja, man. En uh, hij had het ook tegen mij gezegd: van jongen. Ik wil te boek staan in de ogen van jouw kind als opa dierentuin. Is het nog gelukt ook, hè? Die homo, in de goede zin van het woord. Maar zoveel geld had hij niet. Maar heel slim wist hij dan treinkaartjes te regelen... met zijn 65-plus-vergunningskaart of zo. En ja hoor, echt één, twee keer per jaar nam hij mijn kind mee naar de dierentuin. Hij is ook naar de dierentuin in, in Arnhem natuurlijk, hè? Burger, Zoo. Daar is een aantal keer geweest... En dan ook naar. Uh, daarin. Is dat Renen? Heb je er ook naar een? Renen, Veenendaal, daar. Renen heet dat denk ik. Ja. Bij de, de Grebbeberg daar zit ook een dierentuin. Een hoop geregeld voor mijn vader. Dat had hij allemaal prima uitgestippeld. En toen mijn vader uiteindelijk kwam te overlijden. Daar kon hij niks aan doen, by the way. Hij is uh, door een. Medisch... Ja, hoe moet je dat noemen? Ja, hij is overleden aan een ziekenhuisbacterie-infectie. Ja, ik vind het toch schuld van het ziekenhuis. Hè? En dan een uh, infectie die hij opgelopen heeft door een operatie... die hij helemaal niet had hoeven ondergaan ook nog een keer. Maar dat deden ze voor alle zekerheid, ja... Een operatie voor alle zekerheid. Met de, met de dood ten gevolge. Nou, ja, dat was mijn vader was overleden. En mijn dochter was niet te troosten. En de moeder van mijn kind. Die, die vroeg dan aan uh, het kind. Van ja, maar. Uh, waarom ben je zo verdrietig? En dan werd hij Ja. <laughs> Ik ging met hem altijd naar de dierentuin. En mijn moeder zo, ja, maar dan ga je toch met ons naar de dierentuin. En de moeder van mijn kind is ook de, de gevoeligheid van de eerste beste baksteen. En dan mijn dochter zo tegen haar: van ja, ja, ik kan ook wel met jou naar de dierentuin. En uh, met jouw familie. En uh, dat kan inderdaad wel. Maar jullie staan niet stil bij de dieren. Waarmee mijn dochter bedoelde, stilstaan. Huh? Dus mijn vader, die. Liet dan met mijn kind naar de rhinocerossen of zo. En dan legde mijn vader dan uit: van nou, dit zijn de rinocerossen. En dan gaan we nu kijken naar de rinocerossen. En dan stonden ze een hele tijd te kijken naar de rhinocerossen. En als dan een rhinoceros even ging lopen naar die andere rinocerossen, dan zei mijn vader: van kijk, dan gaan ze eventjes. Uh, ja, hè? Eh, rhinocerossen met z'n tweeën. Volgens mij gaan ze dan eventjes het water in zo dadelijk. Of wat ze ook maar doen. Dat doet een rhinoceros niet, hè? Een nijlpaard wel. Mijn vader had aandacht voor die dieren. En dat merkte mijn dochter op. Dus wat is nou de moraal van dit verhaal? Het was best een lang verhaal, vind je niet? Nou, de moraal van dit verhaal is. Het, 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 en de man in kwestie, waar ik het over heb, nou, die heeft het bij lange na niet zo bond gemaakt als mijn vader. Dat ga je mij niet vertellen. En, 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 ik, ik ook niet, bijvoorbeeld. Huh? Wat mijn vader heeft gedaan, nou... Uh, dat, dat, dat mag je nu wel duidelijk zijn. Dat, dat was geen kattenpis. En dan toch nog dat mijn oma zei... Jij gaat het goed maken, want dit flik je me niet. En mijn oma had gelijk. Dat is de moraal van het verhaal. Want mijn dochter... Was hartstikke verdrietig toen mijn vader aan de ziekenhuisbacterieinfectie overleden was. Kijk, en dat is belangrijk. Ja, niet dat mijn dochter verdrietig is, maar dat mijn dochter een opa had gehad en die heet in haar herinnering Opa Dierentuin. En ze heeft aan die man alleen maar leuke herinneringen. Maar hij is nooit bezopen verschenen als mijn dochter meegenomen werd naar de dierentuin. Ook met Sinterklaas was hij er ook altijd bij. Dan was hij allemaal nooit besopen. Helemaal niet. Kerst hebben we gevierd met z'n allen. En... Ja. Alleen maar leuke dingen. En had ik niet geluisterd naar mijn oma. Dan waren die positieve dingen niet gebeurd. En dan was mijn vader alsnog overleden, stel, aan een ziekenhuisbacterieinfectie. En dan had mijn dochter zoiets van, ja, nou, mijn opa is dood, maar ik ken hem helemaal niet. Dus dan uh, nou, had ze dat dus ook niet erg gevonden. En dat is erg. Snap je het moraal van dit verhaal? En als het dus voor mij zo is, dat ik het goed moest maken met mijn vader... En dat dat... Positief was, dan geldt dat ook voor die kinderen van die man waar ik het net over had. Die dan volgens de moeder de vader niet meer willen zien. Maar wat voor moeder is dat? He, mijn oma die zei tegen mij: Ik wil er helemaal niks meer over horen, je maakt het maar goed met je vader. Dat is de houding die hoort. Ik ken het verhaal van een vrouw. En die heeft een vader gehad. En ze zei. Ja, daar moest ik naartoe. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik kwam er helemaal niet graag. Kijk, dat is een ander verhaal. Maar ze ging wel. Want het moest van de moeder. En ze zei. Ja, met mijn vader. Ik heb niks met die man. Nog steeds niet. Ik vond het heel moeilijk dat ik er naartoe moest. En ze beschreven hem ongeveer van, nou, als je hem wil kenmerken, nou, zo en zo en zo zat hij in elkaar. En ik kon me voorstellen dat zij weinig had met die persoon. Maar toch blijft het je vader. En ik vind het terecht en goed van die moeder. Dat die moeder daar druk achter heeft gezet van nou, je gaat maar naar je vader. En ja, toen zij dat verhaal vertelde, was ze al ergens vet in de twintig. 20. Nou, toen ging ze dus niet meer uh, twee keer in de maand naar de vader toe. Maar voor zover die moeder daar nog wat over te zeggen had, stond die moeder erop. Maar ze hoorde toch? En ook al is die vader dan over de scheef gegaan of whatever, het blijft je vader. En dat kinderen hun vader niet meer willen zien, dat is stout van die kinderen. Stout in de zin van billenkoek. En wat dat mag niet. Ik wil dan. Ik, heb, ik ken het verhaal van iemand en die is uh, meerdere keren verkracht door haar vader. Nou, die heeft geen innige band gehad met die man. Maar toen die man doodging, heeft ze wel, uh, ja, is wel naar de begrafenis geweest. Het blijft je vader namelijk. Dat klinkt hard in dit geval. En wel zo erg heeft mijn vader het echt niet geflikt. Hij heeft mij niet verkracht. Hè. Maar haar dus wel. Lastig verhaal. Die vader was lid van een club Satanista. Die denken daar op een hele aparte manier onder. Hè? Die zien dat als een opvoedkundige gebeurtenis. Maar laten we daar niet verder over uitweiden. Dit ging over, over kinderen die hun vader niet meer willen zien, volgens hun moeder. En die kinderen doen iets niet goed. Of het moet heel, heel gevaarlijk zijn bij zo'n vader als die gewelddadig is of zo. Dan, ja, dan zou je erbij uit de buurt moeten blijven natuurlijk. Hè? Maar voor zover dat niet is, dienen die kinderen hun vader te eren. Want anders loopt het niet goed af met het grotere geheel. Zo is het en niet anders. Of zoals we in Engeland zeggen: karma is a bitch. En jij als man, uh, ja. Kijk, jij kan het contact met je kind niet afdwingen. Maar je kan die onacceptabele houding. van dat ze jou niet meer willen zien, daar kan je wel scheid aan hebben. En dat betekent niet dat je boos moet worden op die koters. Helemaal niet. Maar voel je niet schuldig. Oh, je hebt al die scheiding. Je, je, je zal heus wel wat uitgefroten hebben. Wat in de ogen van je kinderen. Papa heeft dit gedaan. Dat zal wel gebeurd zijn. Maar dat is geen reden om dan geen contact meer te hebben vanuit die kinderen met jou. Snap je? Dat was bij mij toch ook niet zo. Ja, en toen ik het wel uiteindelijk deed, dat mijn oma zei van. Hei, 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 dat doen we niet. Hè. Want dat blijft wel je vader, snap je? Door het leven in deze samenleving is niet makkelijk. Voor niemand niet. En ook voor vaders niet. En er kan frustratie bij komen. Er kan frustratie weggesopen worden, weggesnoven. Zeg het maar. Maar dan gaan we elkaar niet oplopen afrekenen. We blijven wel een beetje begripvol naar elkaar toe. Dat is ook een verantwoordelijkheid van het kind. En als de moeders dan uh, niet meewerken, ja, dan wordt het lastig voor jou, jongen. En ja, uh, geen schuldgevoel. Dat is uh, niet nodig. Nee, ik weet niet wat je in jouw ogen hebt uitgefroten. voor alle andere vaders die in hetzelfde circuitje zitten. Er zijn ongetwijfeld dingen waarvan je denkt: van, ja, dat had ik anders kunnen doen. Nou, dan ga je die dingen anders doen voortaan. Christus Jezus is voor jouw zonde gestorven aan het kruis. En nou, dat accepteren we. En we doen dat soort dingen niet meer. Nou, en dan is het toch weer een nieuwe dag. En als die kinderen dan al die dingen die jij ooit hebt uitgefroten... je achterna blijven dragen, dat is dan hun karma. En voor jou is dat om dat te accepteren. Ik kan ook een man, en die heeft helemaal niks uitgevroten op een belachelijk terrein of zo. Die is echt gedumpt op een verschrikkelijke manier. En die heeft precies hetzelfde. Ook zo'n zoon die helemaal niet meer langs wil komen. En wel iedere weet ik, twee keer in de week. Even bij zijn moeder langs gaat om te vragen hoe het gaat. En zijn, arme, en zijn eigen vader. Dat, uh, daar hebben we dan geen tijd voor. Ha 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 ha. ha, 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 ha. En die man in kwestie, die heeft tegen mij gezegd van, nou, ik heb tegen, dat hij tegen zijn zoon had gezegd. Die jongen is al in de twintig. Nou, hij had tegen die zoon gezegd toen hij nog een keertje langs kwam en zei, ja, het is een half jaar geleden dat ik jij hier een keer was. En dan kom je nu een keertje langs. Wat is er aan de hand? Nou, zei hij, toen kwam er een of andere kutsmoes uit. Dan heb ik tegen hem gezegd, uh, ik vind jou schijnheilig. Nou, zei hij, dat viel denk ik niet in goede aarde en nou komt hij helemaal niet meer. En die man in kwestie zei tegen mij, maar nou, dan komt hij me helemaal niet meer. Ik vind het schijnheilig gedrag van dat kind, en dat is er maar zo, en dat vind ik nog steeds. En als dat kind niet tegen die kritiek kan en dan nog verder wegkruipt, dan moet hij dat, dat kind lekker dat zelf weten. Maar de schijnheiligheid blijft bestaan in mijn ogen. De verhouding van het kind naar de vader toe is dat het kind de vader eert. En de vader moet dat enigszins mogelijk maken. Dus, Maar het is niet de bedoeling dat die kinderen heel lang stil blijven staan bij iets wat er ooit fout is gegaan. Zoals mijn kind dan begint over iets van tien jaar geleden. toen ze me ook wakker had kunnen maken. en dan had ik haar wel naar school gebracht. Hé? He? Dus, uh, daar heb ik het nog een keer over met haar. Ja, heel liefdevol. Ik ben al lang blij dat ze af en toe langskomt. En... Maar er wordt niet gefokt met mij. Ja? Ik ben een kind van God hoor, en dat zijn we allemaal, en, en voor wat ik fout heb gedaan, dat mag ze me aanrekenen, maar tot nu toe is er nog niet echt gekomen met een punt van kritiek waarvan ik zeg van nou, dat wist ik niet en bij deze daarvoor sorry. Door voor dat zware suipen van de afgelopen twee, drie jaar heb ik tegen haar gezegd van nou, uh, uh, ik heb niet zozeer mijn excuses aangeboden voor het suipen, want ik vind dat ik dat mag als ik dat wil, maar zij had daar een vervelend gevoel aan over En toen zei ik: Ja, dat was de bedoeling niet. He? Dus uh, sorry voor het feit dat. Uh, ja, dat je daar een vervelend gevoel van kreeg. Want dat was de bedoeling niet. En daar had ik meer rekening mee moeten houden. En ja, sorry dus. dus mijn excuses. Maar dan is het ook klaar, hè? Potverdorie. hè? <laughs> Oh, Zij zo, Klaas. Dus, uh, ja, ik, ik moet er nog wel een beetje aan wennen. dat je, je nu niet meer drinkt. Ik denk, wat is dat dan weer? Moet ik een beetje aan wennen. Wat nou? Uh, gaan we nu daarover lopen zeuren? <laughs> nee, kom op. Dat is even voor al die andere vaders. Snap je? Gewoon oh, schijt aan de buren. Lekker uh, schuiftrompet gaan studeren. Huh? Als jij er zin in hebt, natuurlijk. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En tegen al die vaders waarvan de kinderen hun niet meer willen zien, volgens die moeder of wat dan ook, hey jongens, uh, gewoon volhouden. En hou je eigen straatjes schoon. Hè? Niet alles is jouw schuld, namelijk. Nou, doeg.